Hi, mijn naam is Patricia Bolwerk, oprichter van Stichting Stop Pesten Nu. Nog even snel een korte aanvullende video op het berichtje wat ik toen straks had naar aanleiding van het gepeste jongetje in Australië. Als advies geef ik daaraan dat een weerbaarheidstraining heel veel baat kan hebben voor kinderen. En ik snap dat ouders allemaal eroverheen vallen, dat heeft geen zin en de aanpak moet bij de pesters en dan wordt het een soort strafkamp. Maar zo is het niet. Kijk, pesten is een groepsproces, dus het moet sowieso als groep aangepakt worden. Of dat nou op school is of in de sport, overal. Dat is stap 1, dat moet gewoon altijd gebeuren. De pester moet ook sancties of straf krijgen voor het gedrag wat ze doen. Maar daarna zien we dat kinderen die gepest worden, gewoon echt met lange schade liggen. Ze zijn soms maar een glimp van wie ze eigenlijk als persoonlijkheid zijn. Dat kleine blije meisje of jongetje, wat misschien jouw zoon of dochter was, is gewoon niet meer zichzelf door het pesten. We zijn zo gebutst, beschadigd, gekneusd, dat het eigenlijk weer belangrijk is om je kind helemaal op te bouwen tot een mooie persoon die ze eigenlijk altijd al zijn en waren. Dat is wat ik bedoel met weerbaarheid. Dat hun eigen ik weer naar boven komt. Dat het weer mooie stralende zonnetjes worden. Gewoon wie ze zijn. En niet die schimp die het pesten van ze gemaakt heeft. Nou, en dat hoeft niet in de weerbaarheidstraining, dat kan ook in een andere vorm van coaching zijn. Maar het belangrijkste is dat het een hele waardevolle investering is voor jouw kind om te doen. Ik ben zelf vroeger ook gepest en ik spreek natuurlijk heel veel mensen die heel veel gepest zijn. En soms kun je daar jaren nog mee rondlopen. Of dat kan ook met burn-out en depressies, allemaal dingen kunnen daar nog mee te maken hebben. Als je van jongs af aan dus kan leren je kind weer gelukkig te maken in hun hart, positieve gedachten krijgen met alles wat ze hebben meegemaakt, sterk in hun lichaam staan, leren van zichzelf houden, leren beseffen dat alles wat een pester zegt, dat gewoon pure onzin is, pure bullshit, waar ze helemaal niks mee hoeven te doen. Dat is het cadeau van het leven, wat ik al jullie kinderen gun. Dus misschien heb ik het niet goed uitgelegd, maar dat is mijn boodschap. Fijne avond!